Een paar weken geleden ging, like Monica, de realityshow van Monica Geuze, 25, niet onopgemerkt van start. Zo kwam haar ruzie met ex Lars Veldwijk, 28, aan bod, werd hij na de eerste aflevering overspoeld met haatberichten en vertelde de vlogger over haar nieuwe liefde. Ook liet ze kijkers alvast een glimp van Robert opvangen van zijn achterhoofd, maar nu zien we hem in vol ornaat. Nieuwe vriend Monica Geuze, in de eerste aflevering van Like Monica vertelde de vlogger na een breuk van 5 maanden met Lars weer aan het daten te zijn. Monica leerde Robert kennen via datingapp Raya, die alleen leden toestaat die rijk en succesvol zijn. Een paar weken later, in het vierde deel van Like Monica, verschijnt de nieuwe liefde van Geuze eindelijk duidelijk ten tonele. Te zien is hoe de 25-jarige zakenman voor het eerst kennis maakt met Matthijs, de broer van Monica. Tot november 2019 had Monica een relatie met Lars Veldwijk. In november maakten de twee bekend na een relatie van zo'n 3 jaar uit elkaar te gaan. Niet veel later koos de voetballer ervoor om zijn sportcarrière te vervolgen in Zuid-Korea en tekende voor 2 seizoenen bij een club in Azië. Daarvoor voetbalde hij in Nederland bij Sparta Rotterdam. Het is zo'n raar en dubbel gevoel, zei de vlogger eerder over zijn vertrek. We waren natuurlijk al gewoon uit elkaar, maar hij is wel Zara Lizzie's vader. Ik weet niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan, ik gun Lars zijn carrière en ik hoop dat hij er het beste van maakt daar, maar het heeft natuurlijk wel veel consequenties voor mij en onze dochter. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.